En ik weet gewoon niet meer. Ik vind een uur tijdsverschil met Nederland al lastig. Waar zijn we? We zitten in onze... Hallo trouwens, hallo, leuk dat jullie weer kijken. We zitten in onze nieuwe woonkamer. Ja. Even om te laten zien hoe snel het gaat. Vorige vlog zaten we nog op de puinhopen. Ja. En nu zitten we al in iets wat op een kamer lijkt. Ja. Beton is gestort. Er zijn een soort muurtjes zijn gebouwd. Donderdag en vrijdag al muurtjes. Ja. Grote blokken. We hebben nu... 8 werkdagen gehad. Volgens mij. Ja. Hier een overzichtje van werkdag 6 tot en met 8. Vandaag zijn de spullen gebracht voor de fundering. Daar zijn ze ook mee bezig geweest om alles te vlechten en klaar te maken. Oh ja, en de auto is weg. Ja, de auto is weg. Oh, señor. Zo, er wordt weer lekker gewerkt vandaag. Hier zijn ze bezig met de fundering voor de uitbouw van een van de appartementen. Daar zijn ze het ijzer aan het vlechten voor de andere fundering. En daarboven zijn ze bezig met het maken van het weggetje. Dat zijn de schaapjes. Ze doen wel een beetje aan biologische tuinieren hier, denk ik. Ja, aanvulling. Want ik heb net gehoord dat de schapen door langs het fruit lopen, fruitbomen, om het gevallen fruit op te eten. Oh nee, er zit hier niet in de buurt. Nou, het keukenblad ligt erop. En het wordt zo gekit. Spoelbak. Het lijkt veel te glimmen, maar het valt erg mee. Nou, verder geef ik wel even nu een snelle rondleiding naar, door het hele complex. We hebben een weg! Om te laten zien. Ja, dat laat ik zo allemaal zien. Ja. Oké, we beginnen achter. Dit is dus onze nieuwe toegangsweg. Dit is de nieuwe uitbouw. En dan zie je daar een gat. En dat wordt een deur, want daar komt onze slaapkamer. Dus dit wordt een terras hier buiten. Aan de andere kant, een van de appartementen. Met daar rechts een deur naar hun terras. Hierbinnen zijn ze alweer een stuk verder met het weghakken van een deel van de wijnvaten. Dit wordt het woondeel van het andere appartement. Daar is de voordeur links. En rechts het begin van de doorgang naar de slaapkamer.
En die slaapkamer wordt dus hier opnieuw opgebouwd, waar eerst de garage stond. Slaat jij af? Ik sluit af. Pieter gaat zo in de Nederland gaat werken. En zondag komt hij terug met Piet Corbin en Ria. Dat was het. Ja, we zijn doeg!